De titel van mijn column is Spoor. Afgelopen week ben ik het spoor in Nijmegen helemaal bijster geraakt. Want het was toch niet te bevatten wat er allemaal gebeurde. Neem de bewoners van de nieuwe appartementen aan de Kai Schouwerskade. Die hadden een advocaat in de arm genomen omdat er 3 bomen op de kade zijn geplant. Zo zijn we niet getrouwd, beste gemeente. Voorafgaand aan de aankoop van ons dure appartement is ons door de makelaar een vrij uitzicht beloofd. Gelieve die 3 bomen ogenblikkelijk weg te halen. Dat iedere koper weet dat aan verkoop bevorderende ronkende plaatjes van makelaars geen rechten ontleend kunnen worden, deed even niet ter zake. En wat deed de gemeente, die vorig jaar vol trots Green Capital van Europa was? Die haalde de 3 bomen ogenblikkelijk weg en liet ze per schip afvoeren. Amper van die schrik bekomen, las ik dat Tekkel Willem uit Nijmegen bij de laatste 5 zit voor de leukste kantoorhond van Nederland. Willem is niet zomaar een hond. Willem is de CHO van het bedrijf 50 Company, oftewel de Chief Happiness Officer. Willem houdt zich bezig met het werkgeluk van het personeel. Ik heb geen flauw idee of de Partij voor de Dieren hier voor of tegen is, want bij die club weet je het maar nooit. Een studievereniging had afgelopen week wat ezels en geiten bij elkaar gezet als pop-up boerderij voor gestreste studenten. Alleen het idee al ging mijn fantasie ver te boven. Maar het kon nog gekker. De Partij voor de Dieren had waarnemers gestuurd om te kijken of de door de gestreste studenten geaaide geitjes en ezels zelf niet gestrest werden. Dat gestreste studenten ter ontspanning bij moeders thuis de kat aaien is tot daaraan toe. Maar er zijn grenzen aan het inzetten van dieren ter bevordering van de studieresultaten en het verlagen van de zorgkosten. Voor het woningtekort in Nijmegen is het overigens wel spijtig dat de Partij voor de Dieren 30 jaar geleden nog niet bestond. Vorige week ging mijn column over de nooit gerealiseerde woontoren op de locatie achter de Hezelpoort die door de Franse architect Siriani begin 90er jaren was ontworpen. Die column riep her en der nogal wat herinneringen op. Een van de redenen waarom die woontoren niet doorging was het spoor dat op deze locatie eindigde. Dat spoor werd gebruikt voor de treinwagon waarmee circusolifanten naar Nijmegen werden vervoerd. Er was in Nijmegen geen andere in- en uitstaapplek voor circusolifanten. Dus was een woontoren op die plek wel een dingetje. Van dit probleem heeft Noël Vergunst geen last. Ik schreef ook dat Siriani onverrichter zaken met het ontwerp van de woontoren in zijn koffer terug naar Parijs ging. Die zin was half waar. Ik kreeg de tekening gemaild. Weer was ik het spoor bijster. Hoezo woontoren? Ik tel hooguit 15 verdiepingen. En op de door Siriani ontworpen balkons met hangende beplanting werd 30 jaar geleden enigszins lachelig gereageerd. De architect van de Nimbus-toren heeft in de vernieuwde Kolpingbuurt een appartementengebouw ontworpen met overhangende beplanting. Die architect zit op het juiste spoor.